Dank u wel, meneer de voorzitter. Goedemiddag, mevrouw de minister. Dat Groen in naam van het klimaat al onze kunstwerken wil opofferen, dat hebben we vandaag geleerd. Dat is nieuw. Dat ze alle auto's weg willen, dat weten we uiteraard al veel langer dan vandaag. Maar ook u heeft in het verleden uw wens uitgedrukt dat in de toekomst niet elk Vlaams gezin nog over een eigen wagen zal beschikken. En een van de middelen daartoe zou het invoeren zijn van een slimme kilometerheffing. En gisteren stond in de pers, en ik kan citeren, het is niet de vraag of die kilometerheffing er komt, maar wanneer. Dat heeft u gisteren in de pers gezegd. En ik viel een beetje uit de lucht. Dat is blijkbaar ineens beslist beleid. Er staat niets over in de regeerverklaring. Dat was ook voor de verkiezingen geen punten meer. Ik herinner me ook dat uw collega minister Wijd toen van moeiteit op zijn zwaard is gevallen, omdat zijn coalitiepartners hem toen ook in de steek lieten. En ik weet vooral dat zo'n kilometerheffing totaal geen draagvlak heeft bij de Vlamingen. Dat bleek nog uit de recente mobiliteitsenquête van Trends vorige maand. 2/3 van de Vlamingen is er absoluut tegen. Kijken we naar de autobezitters, is dat zelfs 76% die niet wil weten van zo'n kilometerheffing. Dus er is in Vlaanderen absoluut geen draagvlak voor zo'n kilometerheffing. En politici, mobiliteitsexperts, die beweren van wel, die ontkennen het licht van de zon. Dus mevrouw de minister, in naam van alle Vlamingen wil ik u vandaag de vraag stellen, gaat u effectief zo'n kilometerheffing invoeren en vooral wanneer en hoe? Dank u, voorzitter. Dank u wel, mevrouw de minister. Ja, u bent dus duidelijk voorstander van een slimme, gebiedsdekkende kilometerheffing. U heeft dat ook een beetje uitgelegd, maar ik ben niet overtuigd, mevrouw de minister. Ik vind de invoering ervan zelfs zeer asociaal. U wil die kilometerheffing ook afhankelijk van de tijd waarin men gaat rijden afhankelijk maken. Nu, veel arbeiders, veel werknemers, zelfs veel zelfstandigen, die kunnen niet zomaar kiezen wanneer hun werkdag begint of eindigt. En die zijn dus in C veroordeeld tot de drukke verkeersspits. En u denkt misschien dat die mensen zullen uitwijken naar het openbaar vervoer, maar dat is absoluut niet het geval. En daar ben ik het eens met collega Beks. Dat is voor veel burgers gewoon geen optie op dit moment. En dat zal in de nabije toekomst ook geen optie zijn, want het aanbod van ons openbaar vervoer, dat krimpt. Er zijn geen lijnen bijgekomen. Tramtrajecten die worden uitgesteld of zelfs volledig geschrapt, zelfs in uw eigen provincie, mevrouw de minister. Dus het is zaak van eerst te investeren in degelijke infrastructuur in plaats van te gaan investeren in cameraschilden voor de kilometerheffing of in onboard units voor elke personenwagen. Investeer eerst in infrastructuur. En dat brengt mij bij mijn tweede vraag, mevrouw de minister. Wat is dan nu eigenlijk om op uw grote plan om op korte termijn een werkbaar alternatief voor de wagen te voorzien? Dank u, voorzitter. Ja, mevrouw de minister, het is duidelijk, u blijft volharden. Die kilometerheffing die moet er komen, zelfs geen mobiliteitsmaatregel. Het is blijkbaar een klimaatmaatregel, heb ik u juist horen zeggen. En dat is jammer, want zo wordt de jacht die er nu al is op de automobilist alleen maar verder opgedreven. BIV, enorme accijnzen voor brandstoffen, verstrengde keuringen, zowel voor diesel als gewone benzinewagens, lage emissiezones enzovoort. Ja, zelfs mensen die al een elektrische wagen hebben, die moeten vanaf januari hangen die vast aan een capaciteitstarief om hun wagen te kunnen opladen. En daar wil u nu, tegen alle logica in, vooral tegen de wil van de Vlaming, nog een kilometerheffing bijlappen, zonder te voorzien, mevrouw de minister, in een degelijk alternatief voor de wagen. Dat is er gewoon niet. Files zullen dus, collega's, niet krimpen, maar de portefeuille van de burger wel. En ik vind dat echt niet kunnen. Mijn partij vindt dat echt niet kunnen. En het Vlaams Belang zal die strijd tegen die kilometerheffing ook blijven voeren voor de verkiezingen en ook na de verkiezingen.